Steeds meer landen gaan open voor vakanties. En vandaag gaan wij de Katwijkers vragen of zij nog vakantieplannen hebben. Ga jij nog op vakantie dit jaar? Nee, blijf lekker in Katwijk. Nou ja, ik durf niet te vliegen. Zeker, meerdere keren. Nee, gelukkig niet. Nee, ik ga dit jaar niet. Tenminste, ik ben in februari een weekje Texel geweest. We blijven wel in het land, als we nog weg willen. Nee, voor de veiligheid blijven we nog maar even thuis vanuit het buitenland. Maar we gaan wel in een huisje een paar dagen. Nee. Dat is wel de bedoeling. Nee, we gaan niet op vakantie. En waarom niet? Nou, vanwege de prikkelingen allemaal, vanwege de corona natuurlijk. Nee joh, nee, geen tijd. Nou, we willen graag naar Barcelona gaan. Maar de maatregelen daar voor corona is super sterk. Super sterk regels daar. Wegens de corona. En wij zijn allemaal risicofamilie, dus... Als het geel is, dan niet. Kijk, als het oranje is of rood, dan gaan we er niet naartoe. Dat is simpel zat. Ja, misschien volgend jaar. Misschien we kijken naar andere landen te gaan. Nou, Canarische eilanden. Nee, Tenerife en naar Griekenland. Waar gingen we heen? Rodos. Griekenland, Rodos. Ja, even weg. Gewoon met vrienden. Zuipvakantie. Maar Curaçao lijkt me gewoon heel mooi, omdat je dat ook op de plaatjes ziet. Ibiza en Bonaire. En my family in Zweden. Dat zijn favoriete landen. Maar als echt alles netjes is, dan gaan we dat weer doen.